Hey, welkom bij mijn man cave. Dit is Noske Barbecue en vandaag gaan we een klassieker maken, de hot dog. En hoe maak ik mijn hot dog? Nou, als eerste uiteraard hot dog broodjes. Ik heb de hot dogs, de American style. Die ga ik dadelijk insnijden met een ruitje. Heeft dat ergens nut voor? Nee. Het is gewoon puur alleen. Het ziet er leuk uit. Dan heb ik American hot dog saus. Gaan we eens even een beetje even kijken wat het is. Klein beetje proeven. Dit is wat zoet-zeure milde mosterd saus. Dus ik denk dat die heel goed erbij past. Crispy fried onions. Dat is wel krokante uitjes. Nog wat jalapeno pepertjes gesneden heb ik erbij gedaan. Ik denk alleen voor mezelf. Ik denk dat de rest thuis dat ik daar niet blij mee kan maken. En ik heb wat mozzarella. Geraspte mozzarella meegenomen. Ik dacht, hé, dat is ook wel een leuke twist. Om misschien op het einde nog overheen te strooien. Ik ga met de hotdogs beginnen. Ik ga ze insnijden. Ik ga er eentje ga ik kruidenrub overheen doen. Gewoon eigenlijk om te kijken van oké, of dat nog wat extra smaak bijbrengt. De rest doe ik gewoon normaal. En dan gaan we eens even kijken of het leuk is. Nou, hoe gaan we die insnijden? Gewoon. Zo. Het idee is dat dit dadelijk een beetje open gaat staan. En dat dit voor het beeld leuk eruit ziet. Als goed eens kijk. Nou, dit gaat dan dadelijk iets openstaan tijdens het warm maken. Twee stuks van kruiden. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Even lekker door de... Oeh, er ging er wel eentje mis. Lekker doorheen rollen. Zo, klaar om op de barbecue te gaan. De barbecue staat op low and slow, want ik heb er nog speerribs op liggen. Dus die leg ik even ietsje aan de kant. Met kruiden, speerribs kruiden heb ik er volgens mij voor gebruikt. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat dat doet. Ik laat hem gewoon zo, lage temperatuur, dan kan hij lekker warm worden, want in principe... Een hotdog is eigenlijk al heel kant en klaar. Die kun je zo koud eten. Dus ik hoef hem alleen maar op te warmen. Ik ben alleen ben heel benieuwd. Ik laat hem gewoon lekker low and slow, zeg maar. En dan kan hij lekker, open gaan staan. En eigenlijk dat is wat ik wil. Ondertussen dat de hotdog lekker warm ligt te worden op het barbecue, had ik net een ingeving. Ik heb nog bacon mayonaise. Dus, wat gaan we doen? Eerst het broodje insmeren met bacon mayonaise. En daar zitten dus ook stukjes bacon in. Dus, dat is gewoon goud. Zo dus. Vervolgens leggen we er dunne. Komkommerschijfjes op. Die zorgen voor een lekkere, knapperige bite, zeg maar. Nou, gelukkig heb ik er te veel, dus dat is mooi. Dan moet, ik zal eerst de jalapeno peper doen. Gewoon een paar voor de smaak, zo, hoppa. Zo, eentje. Hoe dat kan. Dan de hotdog. Hij is mooi open gaan staan. Kijk, zie je. Even kijken, dan had ik in gedachten de saus. Dat had er wel mooier uit mogen komen, zo mooi gesliert, alleen helaas. Dan.
uitjes. En dan doen we wat mozzarella eroverheen. En dan leg ik hem daarna nog heel eventjes terug. De mozzarella nog een klein beetje. Oh, kijk hier. De mozzarella nog een klein beetje kan aan. Ja, hoe noem je dat? Smelten. Tuurlijk, smelten mag zo. Zo, mijn geweldige hotdog. Ik ben heel benieuwd. Even een shot. Ik hoop dat je goed kunt zien hoe het eruit ziet. Nou, hier gaan we. Goddelijk. Oh, wat is die lekker. Oeh. Oh, net nog even dat jalapeno'tje op het einde. Die knalt u lekker naar binnen. Ja, kom maar lekker knapperig. Ja. Deze moet je echt maken. Dat is echt gewoon... Ik kan natuurlijk niet voor grootspraak, maar best hot dog ever. Echt geniaal. Echt lekker. Ik ga deze thuis opmaken. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Dat klinkt beter. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet, ik zit ook op Instagram, Facebook. Hier ergens in beeld komt nu mijn @NoskuBarbecue. Voor de rest heb ik natuurlijk een website, www.NoskuBarbecue.nl. Vond je dit filmpje leuk? Vergeet dan niet om een duimpje en een opmerking achter te laten. Dat zou ik heel leuk vinden. Zijn er verder nog dingen die jullie zeggen van, goh, Marcel, maak dat eens een keer, want dat lijkt me wel leuk. Graag, ik krijg graag mijn inspiratie van jullie. Ik doe niks anders. Ik zit de hele dag op het internet een beetje rond te kijken voor inspiratie. Dus het zou mooi zijn als jullie het gelijk aan mij toegeven. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Dat is het leukste eigenlijk. Voor nu bedankt voor het kijken. Eet smakelijk en tot de volgende keer.